De politie en de bestuursdienst in het boven Suriname gebied zijn verstoken van vervoer te water. De splinternieuwe buitenboordmotoren die in juli door assembleeleden Edgar Sampi en Ramon Kudemusu zijn overhandigd aan de burgervader zijn gestolen. Districtscommissaris Ndepe Dinge van het boven Suriname Sipaliwini klinkt ontstemd wanneer onze nieuwsdienst hem spreekt. Op de 21 oktober jongsleden waren die twee buitenbootmotoren aan de aanrechtplaats van ons. En op de morgen van 21 oktober hebben we ze ingezet. En helemaal meegenomen zijn 42 pk Yamaha's buitenbootmotoren die we hebben gekregen van de VP om onze dienst hier te verrichten. Ik heb nog geen enkel spoor van. We zitten nu te kijken hoe verder. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de verdwijning van de buitenboordmotoren. Dinge doet een oproep op de samenleving om in te spelen op de noodsituatie. Vanaf de buitenboordmotoren zijn meegenomen, zit de bestuursdienst met de handen in het haar. Het is aan de aanlegplaats en daar is het donker in de dag. Dus mensen kan wel overdag goed observeren en s'avonds die boot bij een bootmotor ophalen. Dus we kijken uit naar, maar ja, we hebben geen geld om een nieuwe aan te schaffen. Dinge zegt dat los van de politie en bestuursdienst, ook lokale bewoners die een aanvraag deden gebruik konden maken van de buitenboordmotoren. Ook ministeries die voor werk of oriëntatiebezoeken naar het gebied gingen, maakten gebruik van de schenking.